Hamburg. Een mooie regen had ook echt, hè? Hamburg! Dat zit goed. De linkerkant. Daar lopen we. Ja, buitenland loopt. Zijn we scherp? Ja. Gaat die ook? Geen soldaten. Kijk je oogjes uit? Ja, yes! We hebben net heel diep verlaten. Ja. Op slot. Hier zit de poort. Ja. Daarachter. We gaan spelen, jongens. Ga tippen. Mooi. Ik ga jou. Zo, de vlammetjes die branden alweer in deze prachtige nieuwe vakantiedag. Een hele goede... Morgen! En welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Bellinga's familievlog. We zijn lekker op vakantie bij Hoopvaals. Ja. En Limburg. Mooie Limburgse land. De mooie Limburg. Papa. Ja? Ik heb hier ei voor die baby uit het ei. Oh, ja. Dus je hoort een piep-piep uit het ei. Ja. Hoort een piep-piep uit het ei. En zit ik buiten in een volle stuk zien. Maar voorzichtig in je schaal. Ja, laat me voorzichtig uitbroeden. Ja. Ja. Nou, hier is het keukentje Lusjes. Die is ook uitgebroed. Goedemorgen, Wien. Goedemorgen. Die is heel erg uitgebroed. Die ging pas slapen om 3:00 s'nachts. Ja, hield papa mama de hele nacht een beetje bezig. Hij was gewoon wakker. Ja. Gewoon wakker. Hij wou niet slapen. Hij wou niet slapen. We hebben nog weer extra filmpje gekeken bij Lusjes. Ja. Nou, gezellig jongens. Dus, kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. 1, 2, 3. Van papier. Zo is het, vriend. En ondanks de regen gaan we vandaag wel lekker genieten. Zoals jullie weten zijn we lekker op vakantie hier in Valkenburg. Of in ieder geval Hoogvaals. En is Valkenburg hier in de buurt. Afgelopen dagen hebben we niet heel veel ondernomen. Behalve dan de wandeling hier door het land heen. Ook omdat het weer gewoon niet echt mee zit. En we ons in ons huisje lekker hebben vermaakt. Maar ik stel tegen Daniel, ik vind het toch leuk om heel even een beetje ook wat meer te kunnen zien van de omgeving. Ondanks dat het miserig regenachtig weer is. En er natuurlijk in de lockdown zitten, er ook helemaal niks open is. Anders waren we leuk naar de grotten gegaan. Kerstmarktjes bezocht en dat soort dingen. Maar ja, dat zit allemaal dicht. Dus we moeten even een beetje creatief denken. Maar Valkenburg is natuurlijk wel leuk om nog eventjes heen te gaan. Misschien dat we even door het dorpje kunnen lopen, ondanks dat de winkels niet open zijn. Toch een beetje de sfeer en het landschap en de omgeving te hebben geproefd. Omdat ze hier toch, zijn. Nou, nu geef er even de honden wat eten. En dan gaan we op naar Valkenburg. Pintje hebben we lekker in gepakt. Het is niet heel erg koud of zo jongens, maar het is gewoon een lekker pakkie. En we gaan, dit is ons huisje waar we zitten. Daar zie je de heuvels van Limburg. Hier hebben we ons busje. Ja, dan doet de kinderwagen erin. En de meisjes, zitten jullie al? Ja. Oh, Boes en Pippa al. Nou, dan gaan we op. Oh, Pippi. Gaan we even kijken wat er te beleven valt hier, hè? Zit jij lekker, liefie? Zit jij lekker? Nou, ondertussen zijn Luan, Lucilla en Luxie zitten ook lekker op de bank. Nou jongens, daar gaan we. Ja. Boes en Pip zijn erbij, check. Deur dicht. Op zee. Oh. Zo. Nou, op. Heb je de riemen van Boes en Pip? Ja, de riemen hebben we ook. Op zee. En ondanks de regen, jongens, gaan we gewoon op pad. Dus ons gaan we met de auto rijden door de stad. Gaan we rijden door Valkenburg. Door de winkelstraat. We moeten een beetje de omgeving zien. Kijk, dit is het speeltuin en het gebeuren. Daar allemaal. Ja, je kunt het niet goed zien door de beslagen ramen. Nou, Daniel die springt even snel uit de auto bij de receptie. Misschien dat ze hier bij de receptie parapluutjes hebben. We hebben paraplu's vergeten. En aangezien het alleen maar regent, we toch wel een beetje uit willen. Hé, kinderen? Ja. Jullie zitten in ieder geval lekker droog, hè? Ja, paraplu's. Drie paraplu's? Ja. We kunnen wel niet echt naar of een museum of een pretpark of een indoor speeltuin of een zwembad. Maar dat maakt niet uit. Speeltuin. Ja, we kunnen straks wel even. Ja, ze hebben hier ook een klein speeltuintje bij het park zelf, zeg maar. Hebben ze al een paar keer gespeeld. Dus overigens niet altijd in de vlog, volgens mij. Dan hadden we het video afgesloten. Maar daar hebben ze wel lekker gespeeld. Maar ja, alles is nat. Weet je wel, de glijbaan is nat. De schommels zijn nat. Overal liggen plassen. Het is natuurlijk wel lekker om eventjes doorheen te lopen. Maar nou, het is eigenlijk gewoon al de hele vakantie regen. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje balen. Want het was natuurlijk wel leuk geweest als het ook echt lekker weer was geweest. Dat we erop uit konden. Nu hebben we wel een wandeling gedaan. Dat was op zich nog wel lekker. Oudjaarsdag was dat. Toen hadden we nog wel een lekker weertje. Nieuwjaarsdag was ook nog wel even lekker. Toen hebben we gemidgetgolfd. Alleen gisteren en eergisteren was het echt baggerweer. Dus toen hebben we ons een beetje binnen vermaakt met spelletjes doen en ons wellnessdagje. Wat jullie afgelopen vlogs hebben kunnen zien. Maar ik zei vanochtend tegen Daniel, joh, ik wil toch echt even erop uit. Hebben we best wel lang in de auto gezeten om hier te komen. En het is best wel een mooie omgeving. En dan zullen we alleen maar in ons huisje zitten. Vind ik ook zo zonde. Ik weet niet of jullie het herkennen. Maar vandaar. Kijk, volgens mij is het hem gelukt.
om in ieder geval 1 paraplu te scoren. Nou, papa heeft in ieder geval 1 paraplu, jongens. Ja, een mooie regenboogparaplu. Hij had nog 1 paraplu kunnen bemachtigen. Ja, die mogen even lenen. Dus, ja, die brengen we straks terug. En ja, ze zei, je moet gewoon maar van de architectuur en een mooi gebouw genieten. Ja, gewoon een beetje ronddraaien. Alleen de supermarkt is in open. Ja. Maar, we gaan even op uit. Maakt niet uit, hoor. Ze zijn ergere dingen, zeg maar. We gaan er even voor het half uurtje. We zijn in ieder geval even lekker weg. Top. Ook even lekker rondkijken. Nou, en we rijden lekker in ons bussie. Ja, volgens mij zitten de kinderen ook niet verkeerd, hè, jongens? Nee. Kunnen jullie goed zien? Ja. Ja? Nou, zie, ze zitten dan ook echt, hè? Grappig. Ze hebben hier natuurlijk ook het welbekende drielandenpunt. Het punt waar 3 landen samen uitkomen. België, Duitsland en Nederland. Hier zijn we ook al een keertje eerder geweest. Het was heel erg leuk om daarheen te gaan. Alleen dat hebben we een andere dag op de planning staan. Morgen. Dus dat bewaren we even voor een andere dag. Als het misschien hopelijk iets mooier weer is. Omdat je daar best wel leuke dingen hebt. Ook om buiten te doen. Het zou zonde zijn als we daar alleen maar in de regen rondlopen. Vandaar dat we vandaag gewoon even de toeristische route pakken. Met het busje rijden door Valkenburg. En dan gewoon maar genieten van wat we allemaal zien vanuit onze bus. Toch? Dat is ook wel een keer leuk. Ja. Toch? Zou je het zien? Ja. We zijn nou voor degenen die hier wonen. We zijn nu? Lemiers. In jullie dorp. 3 landen gemeente. Nou, nooit van gehoord. Het dorpje. Misschien ook wel leuk om in de reacties achter te laten. Als jullie de omgeving herkennen. Als je denkt, hé, ja, dat is het dorp waar ik woon. Of, oh ja, daar ga ik ook vaak heen. Voor ons is het natuurlijk... Oh, kijk dan. Wow. Och, kijk. Kijk eens, jongens. We zien een mooie kerk. Het valse. Voor ons is het natuurlijk allemaal een nieuwe omgeving. Maar misschien wel leuk als je een beetje omgeving van jezelf herkent. Dat je denkt, oh ja, nou, daar kom ik ook wel eens. Laat even weten onder in de reacties. We vinden het leuk om te lezen als wij ergens in de buurt bij jullie zijn geweest. Ook al is het voor ons onbekend. Als het voor jullie bekend is. En, oh, dat was een kort dorpje. Ja. Nou, dit dorpje heette dus... Lemiers. Lemiers. Ja, het is te snel om te lezen. Lemiers. Maar het was een kort dorpje. Ja. Leuk. En wel een mooi kerkje. Ach, kijk dan. En daar een kribbetje. Je gaat iets te snel... maar je kunt iedere keer remmen, want dan rij je ook auto's achter je natuurlijk. Ja, dat was een heel klein kribbetje, maar dat is al voorbij. Die jongens aan die linkerzijde. Och, kijk dan. Dat is een mooi kerkje. Een mooi kerkje. Daar. Kerkje. Zien jullie hem? Kerkje. Lui, wat zei je nou, hé? Eigenlijk is het best wel leuk door de dorpjes heen rijden. Je bent droog, maar je kunt wel gewoon lekker naar buiten kijken. Ik vind het leuk. Eigenlijk, ik hoef niet te wandelen, maar we kunnen alsnog wat zien. Nee, maar dat is ook sightseeing, hè? Ja. Alle pensionaren zien hier ook al wat sightseeing. Dus. Ja. Adem is een microfoon. Aan de linkerkant ziet u nu de kerk van dit dorpje. Geen idee hoe die heet. Ik zie hier een bam. Caravannetje. Dit een bam. Dat is ook bam. Je kunt heel ver kijken, zegt Lucilla. Dat is een mooie omgeving, hè? Ja, mooi. Mooi, hè? Ja. Geweldige noot, ze vindt dit leuk. Ja. Nou, dat is het goed. Het is wel grappig als je zo aan het ronddraaien bent. Zit je ook iedere keer te kijken naar allerlei soorten huizen. En dan hoor je achterin, oh kijk mam, dat is ook een mooi huis. Oh ja, zie dat huis daar, dat heeft een mooi uitzicht. Het heeft een aparte vorm, hier dan een kleur steen. Ja, heel leuk. Kijk, er rijden hier langs allemaal huizen. Ze zijn allemaal anders. En dat is altijd wel leuk, een beetje huizen kijken. En maar hier en die grotten, ik weet ook, de kinderen hadden die grotten zo leuk gevonden. Ja, ik zie het. Toen was Luan en Lucilla waren er toen bij, toen we hier alle keer eerder waren, in 2017. Toen was ik zwanger. Misschien een beeldje van terug, als ik dat nog kan vinden op vakantie. Dit ziet er leuk uit. Dat is een mooi boek. Dit is de stad Valkenburg, Luan en Lucilla. Mooie kasteeltjes maken. Ja, nu begint het alleen met daar. Lucilla was hier. Mooi hoor. Is dit de nachtwacht? Goed zo. Maar toen waren we hier ook op vakantie. Toen vierden we hier ook oud en nieuw. En toen waren we rond dezelfde tijd hier. En toen hadden we van die grotten. En dan hadden ze helemaal mooi met lichtjes en mini dorpjes gebouwd in die grotten. En dat was zo leuk om te zien. En de kinderen vonden dat zo leuk toen, Luan en Lucilla. Luan kan het volgens mij nog half herinneren. Kan je dat nog herinneren, Luan? Ja, ik nog. Die grotten. Helemaal kaboutertjes. En ja. Ja, mocht je met zand kon je dingen opgraven. Dat is overal voor kinderen leuke dingetjes. Weet jij dat nog? Nee, Lucilla weet het niet meer. Nee, die was toen nog iets te jong. Jij was 3, zoals Luxie nu is. Dus Luxie had het ook heel leuk gevonden. En dat vind ik dan zo jammer. En jij, dat is net weer zo'n herinnering die je dan net mist. Maar goed, dit is ook weer een nieuwe herinnering. We zijn misschien op geul. Dat is
op Geul. Misschien op Geul. Wel Valkenburg stond eronder. Gemeente Valkenburg. Oh, hier weer een kerst. Weer een kerst dingetje. Dat is wel leuk. Je hebt hier, het is hier, volgens mij is dit een hele erg omgeving met heel veel katholieke dorpjes. Dus je ziet overal zie je van die kribbetjes op hoeken staan. Van die mooie kruispunten. Van die mooie stalletjes met baby Jezus erbij. Dat is wel heel leuk om te zien. Maar ja, je moet snel kijken, want je rijdt er zo voorbij. Het zijn houtjes. Dit er altijd mee. Die voel jij. Dat is heel grappig, hè? Dat doet Daniel vaker. Als je in onze vlogs langer kijkt, dan weet je dat Daniel doet het al sinds dat ik bij hem ben. En dan doet hij wel eens en dan zwaait hij. En je kunt heel goed merken dat mensen in het dorp, die zwaaien allemaal terug. Die doen, maar ben je in de stad, dan gaan mensen eerst kijken van, ken ik jou? Als ik jou ken, dan zwaai ik. Maar als ik jou ken, dan kijk ik maar heel raar. Dat is altijd wel grappig om te zien, het verschil. Maar die man die zwaaide terug. Dus we zitten in een dorp nu. Tenminste, dat is vaak het geval. Die meneer ook. Probeer eens. Ja, hij zwaait terug. Het is toch wel leuk, jongens. Heeft die man ook weer een leuke dag. Die denkt, ja, zwaaide naar mij. Geen idee wie, maar ze zwaaide. Vriendelijke toeristen. Misschien herkennen ze ons wel. Dat kan ook. Nee. Ja, we gaan er nooit uit vanuit dat we altijd herkend worden, jongens. We gaan er vanuit dat niemand ons kent. We gaan er altijd vanuit dat niemand ons herkent. En dat brengt soms wel eens gekke situaties met zich mee. Laatst ook, toen waren we bij een supermarkt. Toen we op vakantie gingen, is misschien wel even om te vertellen. Toen ging ik even naar de supermarkt en de kinderen bleven in de auto zitten. En Luxie moest plassen. Dus Daniel die belt ergens aan en die zegt, mag mijn dochter even naar de wc? In de veronderstelling dat ze ons natuurlijk niet kennen. Maar ja, wij stonden daar op de televisie aan. En ze kenden onze vlog. Oh, mijn kinderen kijken ook jullie video's. Tuurlijk mag je plassen. En daarna op de foto. Maar dat is wel grappig. Want dan bel je gewoon aan. Gewoon, hè, omdat je even met je kind naar de wc moet. En dan weten ze wie je bent. Kijk, hier hebben we ook een leuk kerkje. Nog wakker, kinderen? Ja. Niet slapen. Ja? Niet slapen vallen, hè? Nee. Slaapt Lucius al? Ja, hij slaapt. Lucius die slaapt. Kom naar binnen. En we zijn in Valkenburg. Daniel ziet dat. We reden langs een kabelbaan. Ja, en Daniel zei, weet ik niet. Was wel met een lange bus. Ja, daarom. Je moet deze bus Daniel kijken. Zei, die kabelbaan was open. Ja, zullen we met de kabelbaan gaan, jongens? Kan maar met baby. Jij moet hem in een draagzak doen. Ja, nou, we gaan eens kijken, jongens. En ondertussen is het volgens mij... Niet, jongens. Is het droog? Dan eens even kijken. Dat kan niet, dan heb ik niet voor. Dat kan niet. Gaan we toch gewoon kijken of we met de kabelbaan kunnen? Kijk. We zagen geen kabelbaan van de speeltuin, een kabelbaan die een berg op gaat. Oeh. Lijkt jullie dat leuk? Hoogtevrees. Ja, Woesel en Pitty willen ook mee. Ja, Woesel en Pitty denken, wat nou? Hondenweer, we willen lekker naar buiten. Hé? Nee? Ons beertje neemt mee in de draagzak. De Valkenburg. En misschien nog met een kabelbaan. Ja, ik weet niet zeker of het met de honden kan een kabelbaan, maar anders gaan we lekker wandelen. Want we zijn in Valkenburg. Kijk eens, lekker met de draagzak. Nee. Kijk met je oogjes uit. Een beertje. Ja, Luan heeft weer zijn landbouwjas aan, want zijn eigen jas heeft hij thuis laten hangen. Ja. Maar gelukkig mocht hij die even lenen. Dat is een goede reclame van landbouw, expres. Maar... Luan, de jongste personeelslid. We hebben ons busje geparkeerd en we zijn hier aangekomen in het centrum van... Valkenburg, maar waar we precies zijn weten we niet. Wat we wel weten is dat we net als toen we reden dat we een kabelbaan zagen die naar de bergen omhoog gaat. Geen idee of dat gaat lukken jongens, maar we gaan gewoon een poging wagen. Ja, geef mij maar een hand. Allemaal een hand. Want het is best druk. Ja, dit is een drukke straat. Maar we zijn daar. Ach jongens, ik breng een paraplu. Nu pak je oranje. Paraplu? Oké, mama hand. Meisjes hand. Goed zo. Nou. Daar gaan we jongens. We gaan Valkenburg ontdekken. Dus even oversteken. Kom maar. Oversteken. Snel. Goed zo. Nee. Nou, dan lopen we hoor met z'n allen. Kijk, hier zien we het. Zie je dat? Het is een beetje zo'n skilift kabelbaan. Dat is grappig hè? Kijk. Zou dit wat zijn? Oh. Met de honden? Geen idee wat het precies is. Ja, dat kan niet. Het is een beetje een skilift. Maar dan zonder skis.
Nou ja, we gaan gewoon even kijken, jongens, wat ver. Nee, het zit dicht. Ah, jammer. Oh ja, tuurlijk. Dit mag op 1,5 meter ook niet. Nee. Nee, tuurlijk. Niet over nagedacht. Ik dacht in de auto, ja. Oh, een buitenlift. Ja. Is het dicht, hè? Ja, ja mevrouw. Ja. Lockdown, hè? Ja, ik kan u niks aan doen. Nee. Okay. We waren op een goede hoop, maar... Nee, hij zit dicht. Wandelen naar de Winkelstraat. Nee. Kom, jongens. Gaan we even een stukje wandelen door de dichte Winkelstraat. Nou, dat was hem dus niet. Oh, maar het ziet er wel leuk uit. Jawel, het ziet er wel leuk uit. Nou ja, misschien een volgende keer. Toch? Misschien de volgende keer. Ja, het zag er wel leuk uit. Nou ja. Kom maar, Lixie. Even een handje. Kom maar. Gaan we gewoon eens even kijken wat hier in het centrum te beleven valt. Dat zijn Lucie's lekker kijken. Die vindt het wel lekker zo. In het draagzak. Ik dacht, een buitenlift, daar kun je wel in. Maar ook dat met de rijden kan natuurlijk niet op 1,5 meter. Ja, dus skiën het ook. Dit jaar nooit dagend. Ja. Maar ja, het was gewoon een goede hoop, jongens. Ja. Maar maakt niet uit. We hebben het wel even gezien. Ja, we gaan nu even kijken. Ja, we wandelen wel door Valkenburg nu. En we gaan gewoon even kijken naar de Winkelstraat. Misschien is dat wel leuk. De winkels zijn niet open. Maar gewoon even het gevoel dat we door het centrum hebben gelopen. Dat is natuurlijk wel zo leuk. Toch, jongens? Ja. We maken er gewoon het beste van. Kijk, deze mensen hebben de kerstboom buiten. Ja. Deze mensen denken, nou, nieuwe jaar, we zetten meteen de boom buiten. Dit is ook wel sneu, hè? Al die restaurants en die... Waar moeten we naartoe? Daar. Die kant op? Gaan we daar kijken. Of daar het stadje is. We hebben mooi onze auto dicht geparkeerd. We hebben, ja, de auto staat... het is natuurlijk niet druk nu. We zagen ook nog een bordje dat er een sprookjesbos was. Maar dat is die kant op. Ik weet ook niet in hoeverre dat iets met open is. Maar we gaan eerst maar even het centrum in. Kijken we daarna wel of misschien dat Sprookjesbos nog leuk is. Maar we gaan het gewoon even onderzoeken, jongens. Ja? Kijk, dit zal wel een oude ruïne zijn of zo. Oh, de plassen. Oude stadsmuur. Oude stadsmuur. Kijk, dit huisje ziet er grappig uit. Zie je dat? Ja. Heel ouderwets Valkenburgs huisje. 1702. Dat is geschiedenis, jongens. Dit ziet er wel mooi uit. Deze boom ook. Dat is een beetje Oostenrijk. Ja, dat lijkt wel alsof je in het buitenland loopt. Ja, je woont hier. Zie je dat? Ja. Staat ja. Hier? Kijk, dit is een kanon. Waarom staat hij hier? Dat, deze is vroeger bij de oorlog gemaakt. Kijk, je hebt zelfs een plaatje erbij. Zo zag het er vroeger uit. In de vroegere ochtend van 10 mei 1940 vielen de Duitsers in Nederland binnen. Ah. Hier begint Valkenburg. Dat was vroeger het begin van het dorpje, denk ik. Dat er heen lopen. Dus daar heel ja, ja. Dat klopt. Kijk, hier kon je zien wat daarboven was, jongens. Daarboven, zien jullie dat? Dan kon je rodend weer naar beneden. Dat is een kabelbaan. En dan kon je rodend naar beneden. Jammer, hè? Ja, ik had jou wel gezien van die rodelbaan. Ja, absoluut. Vol gas. Huh? Nou, kijk dan. Helemaal uitgestorven, jongens. Dat is de reden om een keer terug te mogen. En een gek idee dat dit gewoon eigenlijk de drukste periode van het jaar behoort te zijn. Dat we hier gewoon... Allemaal ja, lege restaurants lopen. Geen terrasjes buiten. Geen kerstverlichting. Ja. Ja, je kunt wel takeaway. Je kunt wel iets meenemen. Maar... Zijn geen figuranten? Is er niemand gezet? Nee. Heel echt. Toch wel heel... Dit is wel heftig als je zo hier doorheen loopt. Moet je kijken. Ik weet niet of het overkomt op beeld, jongens. Maar het is echt... Heel uitgestorven. Het is wel heel... Er hangt wel een beetje kerstverlichting boven. Ja. Maar voor de rest is er niks te doen. Ja. Nou jongens, ik moet zeggen dat het er wel mooi uitziet. Grappig hè? Ja, maar dat te bedenken, is hier die wateroverlast geweest? Heeft hier water gestaan? Weten jullie dat of niet? Bijna niet voor te stellen dat hier water was. Niet vergeten dat we straks... We moeten daar weer terug, bij de kabelbaan. Een sprookjesbos. Kom maar, Sil. Ik zie Hans. Groenpoppaartjes. We lopen gewoon nog even door. Het is wel een heel mooi binnenstadje, moet ik zeggen. Heel leuke winkeltjes. Kijk, daar leuke kledingwinkeltjes. Kijk, een stoepwinkel waar? Oh ja. Ach, kijk dan. Oh, dit is bloemenwinkeltje. Oh, dit is wel een heel leuk winkeltje. En kijk, hier is een schattig winkeltje. Ja. En dit? Dit is een snoep. Och, jongens. Dat ziet er lekker uit. Zijn we scherp? Ja. Papa zegt maar goed dat hij dicht is. Het ziet er wel leuk uit. Een
lolly. Oh, een hele grote lolly. En die fireball. Oh, ja, en een zuurstok. En schuimpjes. Yes. Nisje zit hier recht hoor, oké? Ik heb een topje van snoep gemaakt. Ja, dat klopt. Wat zeg je? Een topje van snoep gemaakt. Een topje van snoep? Kom maar, laten we maar snel doorlopen. Dat is een ander soort topje, denk ik. Kom maar, schatje. Geef mama maar een hand. Dat loopt wat makkelijker, hè? We hebben al 2000 stappen. Nou. Oh, daar hebben we de hond. Een woezeltje die denkt, hè? Mij niet gezien. Huh? Ach, kijk dan, dit is ook zo'n leuk winkeltje. Kijk dan. Wat een leuke spulletjes. Heel leuk. Oh, wat een leuk winkeltje. Nu, met die gitaren. Dat is iets voor jou. Verkocht staat erbij. Leuk. Ach, dat is ook wel heel leuk. Dat zijn echt van die toeristische winkeltjes, jongens. Nee, je kunt niet naar binnen, liefie. Je kunt niet naar binnen. Nou, als je dit winkeltje wil sponsoren, jongens, dan kunnen jullie eventjes de code scannen. Want dan kan je online shoppen. Zie je dat? Oh, ja, geef maar een handje. Kijk dan, dit is ook wel weer mooi. Ja. Even ergens een mooie familiefoto maken. Door de poort van Valkenburg, zie je dat? Die zat vroeger dicht. Er komt niemand erin. Och, kijk dan. Daan, dit is leuk. Kijk, er staat een Maria. Zien jullie dat? Leuk. Dit is de... Ach, is ook een leuk winkeltje. Hé, hey, deze is wel open. Dit zijn de valken. Deze vallen voor de poort. Ah. Dat waren geen soldaten, maar dat waren valken. Ach, kijk dan. De stadsmuur beschermde. Nog een beetje geschiedenis van vader. Ja. Ja, mooi hoor. Dit ziet er ook leuk uit. Hè? Dan kom je hier door die poort. Daar. En dan loop je hierheen. Maar ik zeg al, het lijkt erop dat dit winkeltje open is. Het is een Spaans. Oh, daar kun je soep eten. Spaans kan in Nederland. Er is alleen niemand. Maar het ziet er wel heel leuk uit. Ja, hier dan? Geen honden. Nee, voedsel en pip mogen dan niet naar binnen. Daniel, die kijkt even op een bordje. De grotten is ook niet anders. Die grotten, maar die zijn niet open, joh. Ja, maar bij de dichte kasteelruïnes zie je wel buiten. Dan moet je naar boven lopen, dat stukje daar naar boven. Hier, kasteelruïne. Kijk dan, koffie met een Limburgse fly. Wat is dit? Is dat, kan je dat, ja, ik ga het toch proberen, jongens. Ik wil even kijken of die deur open gaat. Nee, gaat niet open. Daar kon je naar die ruïne toe. Dit was een museum, kasteelruïne. Een museum? Het ziet er wel leuk uit. We komen nog een keer terug. We komen nog een keer terug, jongens, als er geen lockdown is. Nou, we gaan weer verder, jongens. We gaan weer verder. Het ziet er wel gezellig uit, jongens. Het is wel gezellig. Kom, papa. Ja, of die trap. Ja, die trap, dat dacht ik al. Ik weet het niet zeker, hoor. Ja, die trap. Zullen we naar die trap? Welke trap? We zagen namelijk net een trap waar je naar boven kon. Het liep Daniel door van nee, niet die trap. Maar nu lopen we hier een beetje te dwalen. Als je die trap naar boven gaat, dan ga je naar die berg. En dan kan je van boven Valkenburg zien. Ja, volgens mij. En heb je heel mooi uitzicht. En heb je mooi uitzicht. Oh, weet misschien de geheimen. Dit is wel een kasteelsteeg. Kijk, kasteelsteeg. Ja. Maar volgens mij gaat die nergens heen. Nee. De Lourdesgrot. Het Kuurpark. We zullen eens naar die uitkijken. Oh ja, die Thermo 2000 Wellness heb je hier ook voor. Wellness, oh ja. We gaan even kijken waar die trap was. Dan kunnen we daar naar boven. Goed? Mama, ik durf niet. Nee, die trap kan je wel gewoon lopen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we ons wel steeds weer verbaasden hoe mooie etalages ze hier allemaal hebben. Kijk dan hoe gezellig dit eruit ziet. Ook weer zo'n leuk winkeltje. Mama, zie je dat? Ja, ik onze huisstoel. Och, schatje, liefie. Geef maar mijn hand. We gaan kijken of we nog ergens een mooie ruïne kunnen vinden waar we uitzicht hebben. Goed? Hou je nog wel even vol. Luxie heeft grote benen, toch? Luxie heeft grote benen. Laat eens even kijken naar jouw benen. Keukens met hele grote laarzen. Die kunnen heel goed lopen. Nee? Een groot meisje. Een groot meisje. Die hoeft niet meer in de kinderwagen. Nee, die loopt gewoon netjes mee. Heel goed van jou, liefie. Kijk, en dan lopen we hier weer doorheen. Dit ziet er wel mooi uit. Het is wel een mooi plaatje. Kijk, en dit is het, dat hek, hè? Dat zat vroeger dicht. Daar kon je het centrumpje niet in. Daar stond hier zo'n wacht.
support box? Nou, voor het gevaar. Voor de plunderaars. Voor de orde. Voor, nou, dat was vroeger, hè? Ja. Dat was het. Ja, dat is ook wel leuk om te zien. Kijk, dit is zo'n oud plaatje. De grendelpoort is dit. Kijk, dit is zo, dat is deze poort. Kijk, de grendelpoort vanuit de kant van Maastricht. De toegang tot het centrum. Mama, ook dit. Toegang tot het centrum. Dat is van de oorlog, liefie. Mama, wat is dat? Dat is van vroeger. Maar hier hadden we ergens die trap gezien. Dus we lopen hier weer even doorheen. Op zoek naar die trap. Goed? We kunnen nog wel even, hè, jongens? Nee? Lucie vindt het alleen maar mooi. In de draagzak. Ja. Jij kijkt je oogjes uit, hè? Jij kijkt je oogjes uit. Jij vindt het wel lekker zo. Snietje. Kan je een beetje zien waar we allemaal heen kunnen? Hier heb ik het strandmuseum. Maar... City Tours. City Tour. Ja, of die trap. Die jij, ja, of die trap. Kun je nog een straatje nog? Ja. Nee. Wat gaan we doen, jongens? Jij wil naar de trap? Kijk daar. Dus zullen wel jij heen? Ga kijken of die trap het ook is. Bij die trap? Luxie, zie jij? Kasteel wil ik gaan zien. Bij de trap? Gaan we daar nog even kijken. Luxie wil naar huis. Luxie wil naar een busje. Even kijken of we naar het busje doorheen rijden. Ja, we worden er wel een beetje verdrietig van, hè? Zo'n leuk gezellig dorpje. Maar alles helemaal dicht en op slot en verlaten. En dat in deze tijd van het jaar. Dit is ook weer zo'n leuke etalage. Heel veel uiltjes. En heel veel beeldjes. Kijk maar die schoentjes. En klompjes. Leuk, hè? Ziet dat eruit. Zie je dat, Lexie? Mooi, hè? En hier. Och, kijk dan. Ook allemaal uiltjes. En leuk. Olifantjes. Nou, als je uiltjes spaart of olifantjes spaart, dan kun je hier nog wel wat vandaan halen. 18 euro voor zo'n beeldje. Oh, mooi, hè? Oh, kijk eens hier. Wat zie je daar? Kun je ons pleetje kijken? Wat zie je daar? Even kijken. Ach, dat is het winkeltje. Maar, leuk winkeltje. Maar, die zit op slot, Lucie. Oh, dat klopt. Lucilla, dit ga jij leuk vinden. Oh, Lucilla. Ah. Lucie. Oh, het is maar goed voor de portemonnee van papa en mama dat dit op slot zit, maar het ziet er wel heel leuk uit. Och, kijk dan. Nee, och. Dat hondje. En dit vinden nu al Lucie zijn papa mooi. Is er ook nog wat voor jullie? Ach, wat leuk dit. Kijk dan, het zijn hele oude wessen. Ja, echt superveel. Allemaal collectors autootjes. Heel leuk. Dit is zo'n verzamelwinkeltje, zie je dat? Als je ergens een verzameling van hebt, dan kun je hier je verzameling aanvullen. Leuk. Nou jongens, volgens mij hebben we de trap in het vizier. De meisjes zitten nog steeds bij die knuffeltjes. Gaan jullie mee, meisjes? Welke wil je allemaal? Die. Die. En die. Dat hondje. En die. En ja. Dat kleine hondje hier. Ja. En dat hondje. En oh. Die. En Luxie, wat wil jij, Luxie? Die. Jij wil die? En die. En die. Zijn jullie bijna jarig dan? Zijn jullie bijna jarig? Ja. Nou, zet maar op je lijstje. Mama? Ja? Ik heb bijna 4 nog. Jij wordt bijna 4, hè? Ik word bijna 7. En jij wordt bijna 7. Lucilla is in januari jarig en Luxie in februari. En ik word over een paar maanden 10. En jij bent pas in de zomerjaren, jongen. Ja, dat is gelukkig. Een paar maanden. Ja. Ja. Dan nog even op wachten. Ja, jij moet er heel even op wachten. Is dit nou die uitkijkput? Ja, hier gaan we. Om de ruïnes te kunnen kijken. We kunnen hier, hopelijk kunnen we hier wel de trap naar boven. We moeten wel een kleine klim maken. Maar jongens, we moeten er wat voor over hebben. Willen we toch een beetje toeristische trekjes hebben kunnen zien? Als je de drone dan mee kunnen nemen, dan was je zo naar boven. Ja, als je de drone meegenomen, hadden we niet de trap hoeven lopen. Kijk hier! Nou, we lopen hier weer doorheen. Kijk, en dan hebben we hier die trap gevonden. Kijk, dit was dat kanon waar we net waren. Zie je dat? En dan hebben we hier die trap. Die gaat hier naar boven toe. Kijk, en dan kun je als het goed is naar boven bij die ruïne staan. Dat ziet er leuk uit, hè? Goed zo, Luxie. Dit is een makkelijke trap, zie je dat? Kleine treetjes. Moesje en Pip kunnen die ook lopen. Hè? Hallo. Kijk, een kleine jongetje kan het ook lopen, zie je dat? Ja. Dat is knap, hè? Dan kan Luxie het ook wel makkelijk, hè? Wauw, ja. Dan Luxie is groter hoor. Ja, als Luxie groter is, kan hij ook meelopen. Nu kijkt hij nog lekker vanuit de zak. Nou, wie als eerste boven is.
We zijn er bijna. Ik moet zeggen dat ik wel een beetje... Lekker het hapje. Op adem begint te komen. Ik zie de bergen. Ach ja joh. Kijk eens. Het klimmen loont uiteindelijk altijd, hè? We hebben net heel die trappen opgelopen. En nu gaan we kijken hoe we daar ergens komen. Wat is dit? Weet ik niet. Ik weet niet. Mensen hebben hier ingeschreven. In de... Misschien hun liefde vereeuwigd. Oh, ik hou van jou. En dat zeggen ze dan, schrijven ze dan daarin. Fluweel grot staat daar. We zijn nou hier aangekomen. En dit zijn de kasteelruïnes. En we hebben daar een deur. Ja, nu is de vraag. Zou die open zijn? Nou, nee, ik hoop op slot. Is die ook op slot? Hai, jongens. Maar dit is toch gewoon in de open lucht, jongens. Dat kan toch gewoon open zijn? Dit was een kasteel geweest. Dit is een kasteel, ja. Maar is een beetje. Nee, jongens. Hartstikke op slot. Nou. Pech. De gouden sleutel weg. Oh nee, de kasteeldeur zit dicht. Het kasteel. Oh, het kasteel op slot. Ja, schatje, dat noemen ze een ruïne. Dat is wat ooit een kasteel was, de overblijfselen ervan. Dat noem je een ruïne. Ja, als ik mijn drone mee had, dan was ik helemaal over. Ja, papa wilde zijn drone wel mee hebben. Dan kon hij even naar boven vliegen. Oh, wow. Je hebt een heel stuk weer vlees gelopen. Ja. Oh. En nu? We kunnen ook niet daar. We kunnen nergens. Wat raar. Je hebt toch wel ergens een uitzichtpunt? Je kunt toch wel ergens kijken over de stad? Ja, Luxie wil naar huis. Luxie heeft het gehad. Luxie. Je hebt wel goed. Lux, we zijn wel heel trots op jou, want je hebt al heel veel gewandeld. Ja. Heel knap van jou. Naar ons busje, Luxie. Maar nou, gaan we weer op zoek. Zullen we hier overheen lopen dan zo? Nee. En dan verdwalen we. Ik kom. Nou, we weer terug. Nou, handje. Nou, hopelijk tot de volgende keer, jongens. We zijn in ieder geval wel geweest. Maar ja. Hier is natuurlijk niks aan te doen. Kan niemand wat aan doen. Het is wat het is en we maken er gewoon het beste van. We zijn er in ieder geval wel even geweest. We zijn bezig geweest. Ja. We maken gelukkig een vlogje. Dat kunnen we ook zien. Onze liefde hoeven we niet in een muurtje te zetten, jongens. Doen we een vlog. Ja, Luxie wil naar huis toe. Ja, we, ja, we gaan niet. Luxie is klaar, maar die wil het vogelhuisje maken. Ja, ja, we hebben ook nog een houten vogelhuisje timmersetje gekregen. En Luxie, ja, misschien moeten we dit even vertellen in de vlog. Wat we vanochtend hebben meegemaakt met het ontbijt. Want wat zei Luxie vanochtend met het ontbijt? Want hier zit een jel in mijn ei kuikentje, denk ik. Ze denkt dat in het ei van het ontbijt een kuikentje zit. Laat het maar zien. Want ze hoorde piep-piep. Ze hoorde piep-piep. Nee. Ja. Nee. Wat nee? Deze is niet uitgekomen. Nee, hij is nog niet uitgekomen. Maar je hebt wel even gekleurd. Nee, ze ja, wilde hem zelf uitbroeden. Gekleurd. Ja, we hebben samen gedaan, hè? Oh. We hebben even het eitje mooi getekend. Ja, nee? Luxie. Ja, dat is ons eitje. Die is wel uitgekomen. Luxie die heeft dus een eitje van het ontbijt. En ze is ervan overtuigd dat er een kuikentje in het ei zit. En ze wil de hele dag het ei meenemen. Want misschien komt er wel een kuikentje uit. En dan wil zij de mama zijn. Dat is wat je had bedacht, liefie. En toen moet die kuikentje huilen. Ja, dan moet het kuikentje huilen, want dan heeft hij geen mama meer. En dan wil Luxie de mama zijn. Toch, liefie? Ja. Dus we gaan weer naar huis. En mama vogel is kwijt. De mama vogel is kwijt. Ja. Zo schattig. Zie mama vogel bij de honden slapen. Bij de honden slapen? Ja, lieve. De mama vogel? Ja. Oké. Okay. Maar we hebben dus een huisje. Een houten huisje. Geef maar een handje, liefie. En die houten... Huisje. Ja? Want ons heeft een groot huisje. Ja, het vogelhuisje wil je voor het eitje maken, hè? Ja. Nou, dan gaan we nu naar huis en dan gaan we naar papa jou meehelpen. Vogelhuisje maken. Nou, dan gaan we naar het huisje toe, want ze hadden voor ons een vogelhuisje pakketje neergelegd. Met een hamertje en spijkers. En dan gaan we een vogelhuisje maken voor jouw eitje, hè? Ja, voor het eitje. Mama, voor het eitje. Joh, zielig voor al je mensen die moet dicht zitten. Ze vindt het wel zielig voor alle mensen dat alles dicht zit. Ja, ja liefie. Het is ook heel zielig. Al je mensen. Het is niet alleen zielig voor ons, het is vooral ook heel erg sneu voor de mensen die hier een. Iedereen die hierdoor. Een ding hebben zitten, die winkeltjes hebben, die restaurantjes hebben, die. De toeristen. Alles zit op slot. Ja, alles zit op slot, zegt Luxie. Ja, schatje. Nou ja, jongens, wij zoeken ons busje weer op en we gaan lekker terug naar ons huisje. Ja, we zijn bijna beneden.
was een leuke klim naar boven. We hebben wat stappen gezet. We hebben in ieder geval wat stappen gezet. Hè? En we hebben een beetje Valkenburg gezien. Ja. Dat scheelt ook. Het is in ieder geval een mooi stadje. Onze huisje is voor jou eindelijk. Ja, dan gaan we zo weer naar ons huisje. En Lucy zit hier heerlijk in het draagzak rond te kijken. Die kijkt zijn oogjes wel uit, hè jongen? En we zijn weer bij ons busje. Alles weer in ons busje. Op naar ons vakantie. Luan die wil hier zitten. Deze kant. Hop. Zo. Het goed? Ja. Oké. Nou jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er helemaal ready voor. Ja. Luan die zit hier. Ja. En Luxie en Lucilla zitten daar met Pip. Die wilde ook op de bank zitten. En Lucie zit hier lekker in zijn stoeltje. Nou, gezellig. Dan gaan we weer lekker op naar ons huisje. Tot ziens, Valkenburg. Was mooi. Ja. Hoop op betere tijden. Has left the city. Oh. Luxie die heeft haar eitje in haar hand. En Luxie, ga jij de moeder voor hem zijn? Ja. Aha, dat is leuk. En haar eitje zit op schoot hier. Ja, die zit op schoot. Wel goed vasthouden, hè? Ja. Ja. Dan moet die kindje uitkomen. Ja. Kijk, Pip zit lekker naast Luxie. Hè? Ja. Dus dan word jij moeder van een kuiken. Ja. Wij zagen een bordje Sprookjesbos met een pijltje naar boven. En we hebben een vrij grote auto, dus we kijken hier. Ja, hier kan geen auto naar boven. Een heel smal steegje naar boven toe. Kijk, en daarboven is het Sprookjesbos. Er stond een bordje bij entree. Maar ja, alles is dicht aan, dus het zat als... Nee, nee, het is buitenlucht. Ik ren er even snel heen om te kijken of dit open is. Ja, ik weet het maar nooit, jongens. Je doet toch alles om te kijken of ergens wat is. Ik heb de berg op gerend. Kijk, dit is het uitzicht. Daar ergens staat de auto. Maar ook hier, bij het Sprookjesbos, zit de poort op slot. Helaas, want het ziet er wel echt heel erg leuk uit. Kijk, ik weet niet of je het vanaf hier kan zien, maar daar heb je zo'n draaimolen staan. En kijk, hier, welkom. Maar ja, alles is natuurlijk, zoals ik eigenlijk al wel had verwacht... dicht. Maar ja, ik moest het er nog even proberen, jongens. Maar helaas, pindakaas. Ook dit leuke speeltuin gebeuren buiten. Het Sprookjesbos zit dicht. Daar heb je dus dat Sprookjesbos. En dit is dus het weggetje naar boven. Nou, daar kon Daniel niet doorheen met de auto. Dus loop ik hier weer naar beneden. Nou, en helemaal naar beneden gerend zijn we hier weer. Bij het busje. Ondertussen zijn we weer in ons huisje. Daniel is even met Luan naar bij de receptie. Was iets met muziek en zo. En Luan wilde daar graag heen. Dus Daniel die zei, nou kom jongen, gaan we even samen kijken. Ze waren daar iets met een voetbaltoernooi of zo aan het houden. Dus ze wilden die even kijken. Lucilla die heeft hier lekker geknutseld. Ik heb gemaakt. Deze gemaakt, een poppetje. Ja, van deze leuke blokjes erop aan meegenomen. Maar hij kan wel uit elkaar vallen. Oh. Maar je kunt iedere keer weer andere dingetjes maken, hè? Ja, deze. Ja. Een kip. Een kip, ja. En een muis. En een muis. Mooi, liefie. En Luxie, die is boven met haar ei bezig. Heel schattig. Zoals we jullie hebben verteld, heeft ze dus dat ei. En ze voelt zich helemaal verantwoordelijk voor dat ei. Want ze denkt dat er echt een kuikentje uitkomt. Dus die wilde ze het ei even wassen. Lekker warm onder de kraan. Dus ik denk, wat is er nou in de badkamer? Wat is er nou aan het doen? Zie ik dus dit. Hey Luxie, wat was je hier aan het doen? Ei schoonmaken. Even het ei aan het schoonmaken. Nee, we zien hier een trapje. Dan zit hij hier zo zelf bij. Was je even je eitje aan het wassen? Moet ik het ei niet eten? Ja. Ik hoor wel muziek, hoor je dat? Ja, hoor je dat? Ik kom naar buiten. Nou, dan moet je even kijken. Papa die is, even kijken. Ik weet niet of ik het kan zien. Even kijken. Daarachter is Daniel. Mag ik naar buiten? Volgens mij is dat een... Ik kan het niet goed zien, want ik heb een bril niet op. Mag ik naar buiten? Je mag naar buiten. Papa die is daar bij de receptie. Goed, wil jij mee, Luxie? Maar mama, nee. Ik opzoek me om mijn ei. Oh, mama, Luxie past op haar ei. Mama, ja, doe je laars maar in je schoenen aan. Papa is bij de receptie. Oh, mijn ei zit in mijn in je zak. Ja, dat is goed. Kom, dat kan ook. Buiten, liefie. Kijk eens, wat is nog gekregen?
van in mijn bollenhuisje. En Luxie wou voor dat eitje bij het keukentje zo goed weer laten voelen. En mijn huisje weer gaan. Dan gaan we hier kijken, een bollenhuisje in elkaar kunnen. En dit is volgens mij. De bovenkant. Zit een dakje. En dan moet deze, volgens mij, zo bovenop. Kijk. Dan kunnen we deze zo thuis aan de boom hangen. Die moet op mijn kamer. Op je kamer. Kijk, zo is die natuurlijk. Op de tekening. Hier gaan we eerst. Kijk. Kijk, even zo. Kijk, even ja, ik ook aan. Ja, ik tik hem er een stuk, dan mogen jullie hem weer doorstaan. Kijk eens hoe goed je dat ook kan. Ja. Kan je goed aan draaien. Kijk zo. Hier. Oh, is dat hond toch interessanter? Is de hond toch interessanter? Hm? Sporteltje. Nou, Lucie ligt even lekker te spelen op je bokskleed. Hé, jongen? Wat is dat toch allemaal getimmer? Wat is dat toch allemaal voor getimmer? Nou ja, een vogelhuisje in de maak. Pippi? Ja. Deze uit. Nou, als die niet uitkomt, kunnen er van de zomer echt vogeltjes in. We hebben het huisje helemaal af. Kijk. Helemaal mooi, rondom, sterk. Kan die op je kamer en dan kun je hem van de zomer aan de boom haken. Met dit gaatje, Luxie. En dan kan er ook een echt vogeltje echt huisje in leggen. En dan maken we nog een dakje. Dan deze dan zo open. Ja, dakjes natuurlijk. En dan kan je kijken. Dan moet ik even kijken. Ja. Dan moet nog weer een extra vogeltje. Het eitje erin. Past het erin? Ja, er zijn zakjes erin. Ja, is oké. Okay. Oh ja, staat hij? Staat hij mooi zo? Ja. Ja? Probeer het dakje erop te doen. Oh ja, dat is het eitje. Het dakje erop. Nou, dan is dat het huisje voor jouw eitje, Luxie. Hé, hey, wat zeg je dan tegen papa? Dan deze moet zo in mijn muur hangen. Ja, die gaan we dan aan de muur hangen. Dat is helemaal goed. Want van de winter is het koud buiten. Als hij dan niet is uitgekomen, hangen we die mooi bij de bal. Ja. Op mijn kamer. Ja, het eitje op jouw kamer, jongen. Ja, is die mooi gelukt? Heel mooi gelukt, papa. Papa, mooi getimmerd. Hm? Kunnen wij het maken? Samen en af. Net vindt Lucius nou een leuk spelletje. Allemaal blokjes erin. Haal ze er maar uit, jongen. Goed zo. Kun je ze met de pakken? Die is mooi. Ze hebben geen verf mee, maar wel stiften. Dus gaan de meisjes nog even met stift. Luxie, ik ga jou tekenen, mij tekenen en de ei. Het vogelhuisje mooi maken. Heel mooi, Luxie. Dan krijg je al ei een mooi huisje. Nee, eens even kijken, zit die nog erin? Is er nog geen kuikentje uit? Nee, het is nog geen kuikentje geworden. Oh, blijven hopen, Luxie. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even dan. Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vakantievlog. Doei. Laat wie landen. Volg je hart, bonbon mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon mee.